Kom, we kunnen lopen. Lize en haar vriend Ruben hebben al 2 jaar een relatie. Lize is van plan om zich te laten steriliseren. Ze gaan samen in de bibliotheek op zoek naar meer informatie over deze ingreep. Goedemorgen. Naast de PDS kijken. Even kijken. Nou, overgang heb ik niet. Is het niet deze? Nee, dat is hem niet. Dat is met een P en niet met een S. Hé, dan moeten we even zoeken. Misschien. Wat zijn jullie aan het doen, Lize? Ja, aan het zoeken. Wat zijn jullie aan het zoeken? Seksualiteit. Ruben is een heel grappig iemand. Hart van humor. Hij is ook heel erg lief en trouw. Yoga, vind toch iets? Wat voor boekje zoeken jullie, Lize? Nou, zeg jij maar. Dus boek om niet tussenwonden te worden. Sterilisatieboek. Sterilisatie. Sterilisatie. Ja. Hij vindt het maar niks. Ik denk dat Ruben wel kinderen wil, maar ik niet. Ja, dan zitten we natuurlijk niet op één lijn, maar ik probeer het wel terecht te zetten. Seksualiteit. Even kijken wat dit is. Ja, dit boek is het. Alles wat je moet weten over veilig vrijen. Portie je kopje. Ook op je ei. Eeuw. Pil. Nou, de pil ga ik echt niet nemen, hoor. Lize, waarom ga je eigenlijk op zoek naar zo'n boekje? Wat ik moet doen om te zorgen dat ik niet meer zwanger word. En daar ben ik op zoek. Ja. En is het ook omdat je het dan kan uitleggen aan Ruben? Of? Ja. Hij weet niet zo goed wat sterilisatie is. En hij heeft het nooit met zijn moeder over gehad. En daarom ben ik een stapje verder, omdat ik daar al mee bezig ben. Om met mijn ouders te praten en zelf heb nagedacht en zelf heb gelezen. Dat het eigenlijk het beste voor mij is. En daarom ben ik een stukje verder dan Ruben. Ik hou van je. Heel veel mensen denken dat als je down hebt, dat je geen seks hebt. Gaan we het daar weer over hebben? Wat zei? Gaan we het daar weer over hebben? Ik kan het ook. Meteen al. Hoe zorg je er nou voor dat je niet zwanger wordt? Door het registreren. Steriliseren. Als je down hebt, kan je dan wel een goede moeder zijn, denk je? Ik denk bij mezelf niet. En waarom niet? Ik vergeet heel veel dingen. Baby gaan houden, weer billetjes gaan maken, nieuw omheen, weer naar boven. Ja, word je s'nachts wakker gemaakt? Maar nee, dankjewel. Lize gaat samen met haar vriend Ruben op verjaardagsvisite bij haar nichtje. Ik heb je gemist. Ja, ik ook. Ik ook. In het begin wou Ruben heel graag kinderen. Maar ik niet. Ik heb zeker lang gewacht om te zeggen. Omdat ik bang was dat je het zo uit zou maken. Maar ik heb het toch gedaan. Oh jongens, ik ben gek op kinderen, voor altijd. Wij vinden het heerlijk om die grapjes te maken. Om mij wijs te maken dat ik kinderen moet hebben. Nou, dat gebeurt niet. En dan zeg ik, joh, hou je mond dicht. Hij moet ook heel goed beseffen dat het best wel lastig is om een kind te krijgen. En wat je allemaal bij kan kijken. Ja, Liefie, op ons vader en moeder dag. Vader en moederdag? Ja, een grapje. Oh. Zie je jezelf wel als vader? Ja, echt wel. Met kinderen? Ja. Ja? Stel je voor, je hoort al in de nacht, hoor je al gekruis. Ja. En je ligt niet te slapen. Zou je dan op willen staan? Ja. Tuurlijk. Grap, ik ben niet gek. Wat ben jij toch onverbeterlijk? En 5 uur 's ochtends? Hè? 5 uur 's ochtends. Ik ben een ochtendmens.
Ja. Maar je vindt kinderen wel leuk, hè? Ik vind kinderen wel leuk om op te passen, maar niet voor mezelf. Nee, te veel zorg. Het is mijn buik, dus er komt geen kind eruit. Dat vind jij mooi. Meestal zijn mannen met het Down-syndroom onvruchtbaar. Vrouwen daarentegen zijn meestal gewoon vruchtbaar. Als een vrouw met het Down-syndroom kinderen krijgt, is er een kans van ongeveer 1 op 4 op een kind met Down. Lize leent in de bibliotheek een boek over seksualiteit. Ze gaat zich over een week laten steriliseren. Voor haar vriend Ruben, waar Lize al 2 jaar een relatie mee heeft, is dit nog steeds een zeer gevoelig onderwerp. Zijn grootste droom is om samen met haar kinderen te krijgen. Hij kan en wil daarom maar niet wennen aan het idee dat Lize na de sterilisatie nooit meer zwanger kan worden. Je moet het toch geen haast over hebben, lieverd. Of ik kan daar niet tegen. Maar seks kun je goed doen, hè? Ja, maar seks. Maar ga je niet tegen hoe je het doet, hoor. Weet je wel wat ik ga doen woensdag? Dat weet ik al lang. Wat dan? Ik hou niet van ziekenhuizen. Wat gaat er gebeuren, denk je? Kijk of jij nog onthouden hebt. Lieve, dit boek kent al je 1000 in mijn hoofd zitten. Nou, maar ik ga niet dat je herhalen. Toch, schat? Ja, je hoeft het niet te herhalen, maar je moet wel goed weten wat ik ga doen. Dat vind ik ook allemaal. Ja, dat zeg je iedere keer. Maar straks beter helemaal vergeten. Nee, ben je gek. Yo. Ruben zit in ontkenning over de sterilisatie. Je moet aan de ideeën wennen dat ik het dan geen kinderen kan krijgen. Hij zit daar heel erg mee. Ik ga me laten steriliseren. Dat is wel een besluit die ik zelf heb genomen. Ik wil dit. En ik vind het moeilijk, maar toch lukt het. Ik heb er heel erg over nagedacht. En ik wil het heel erg graag. En ik weet dat jij het niet leuk vindt. En ik weet dat je ziekenhuizen niet zo fijn vindt. Maar toch ga ik dit doen. Het is mijn besluit. En ik sta vast. Maar hij vindt het wel moeilijk om te begrijpen wat het bij mij doormaakt. Ja, ik hoop dat op een dag dat je het gaat zeggen dat dit eigenlijk wel een heel goed idee is om dit gewoon te besluiten te nemen om geen kinderen te krijgen. Je moet je wel naar me luisteren, ook al kan je er slecht tegen. Veelal worden de beide eileiders doorgeknipt en zo ontstaan uiteinden worden afgebonden. En zo kan de zaadje niet in mijn baarmoeder komen. Oh. Zullen we naar de bok dicht slaan en niet meer af hebben? Tuurlijk, moet ik beter. Zand erover? Nou, even beter. Ik... Zo, ik ga lekker mee. Geen onzin. Oké. Mooi zo. Ja, trillen, ja, van... Een beetje, ja. Hoe gaat het gebeuren? Lize, ben je wel eens bang dat je later spijt krijgt ervan, of...? Nee. Een beetje wel, af en toe. Ben je bang dat ze er spijt van krijgt? Nee. Dat zijn niet van, ik wel, denk ik. Ja? Ja. Hé, ik hou van jou. Ik ook. Wat er ook gebeurt. Komt goed. Dat beloof ik. Echt. Vandaag is de grote dag voor Lize. Ze gaat zich laten steriliseren. Ze heeft vannacht bij haar ouders in Utrecht gelogeerd omdat ze vroeg in het ziekenhuis moet zijn. Haar vriendje Ruben kan er helaas niet bij zijn. Tot zo, hè. En sterkte mij zie. Dankjewel, pap. Op een moment heeft ze zelf met het idee gekomen van... ik wil me laten steriliseren. Daar de consequenties van overziet. En ook de stappen heeft genomen om zich te laten steriliseren. Daar gaan we. Mooie armen. Of Lize nou een heel duidelijk verlangen heeft naar kinderen... dat weet ik eigenlijk niet goed.
Want ik weet wel dat Lize eigenlijk altijd daar een redelijk dubbel gevoel over geuit heeft. Van, het lijkt me maar eng hoor, om zwanger te zijn. En geboorte van kinderen, dat is allemaal pijnlijk. En dat had ze zoiets van, dat hoeft voor mij niet. Zie je op tegen de narcose? Weet ik niet. Nou, Messi, je bent er zo vanaf. Hè? En ik blijf bij je. Hoe laat komt Ruben? Ruben, die komt aan het einde van de middag. Lize was op een gegeven moment bang om Ruben kwijt te raken als ze Ruben echt keihard confronteerde met het feit dat zij geen kinderen wilde. Dolgelukkig natuurlijk dat Ruben daar niet de consequentie uit getrokken heeft. Nou, dan wil ik een andere vrouw. Dus, nee. Ja, het lijkt erop dat Ruben het nu accepteert, ja. Ruben is na zijn werk in een verzorgingstehuis in Den Haag meteen in de trein gesprongen om zijn vriendin op te zoeken in het ziekenhuis. 10 euro. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Ik kom naar de afdeling, naar de die niet zwanger wordt. Ja. Daar moet ik naartoe. Lieverd. Heb je gemist? Ja, wel. Ik ook. Fijn dat jij er bent. Ik heb gemist. Ik heb zo aan jou gedacht. Ik ook. Hey, Lize. Hoi. Zo, hoe is het gegaan? Het is goed gegaan. Ja? Was het spannend om te doen? Een beetje. Ik heb nu 2 pleisters op mijn buik. Ze hebben het omgewisseld. Niet aan de onderkant. Omdat ik de kleine baarmoeder heb. Dan zouden ze mee werken. Dan hebben ze het toch door de buik gedaan. Oké. En dat is beter. Ruben, ze heeft nu echt een beslissing genomen om gesteriliseerd te worden. Klopt. Hoe voelt dat voor jou? Beter. Het is goed. We spreken elkaar sneller. Ja. Ik ben met een grote ziekte. Natuurlijk. Oké. Dag. Doeg. Heb ik begrepen? Ja.